zei je, Peter. Ja, maar ze hebben allemaal andere benaderingswijzen. Ja. Ja. Even eens kijken wat er allemaal hangt bij jou. Okay. Dit is van de afgelopen... Nee, dit is een overzicht van jouw werk van de afgelopen 20 jaar? Of... Ja, zoiets denk ik. Ja. Kunnen de mensen een beeld krijgen? Ja, ook verschillende technieken. Ik heb gewoon alles zelf uitgeprobeerd, autodidact dan. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Daar heb ik vroeger mee nog met de kinderwagen, met poesjes, deden we klechten samen in Italië, ging met de kinderwagen met... Ja, positie doen. Ja, leuk! Oh! Mooi. Ja. Oh, kijk eens. Die hebben we nog in af, ja. Wat weer houdt je in? Ik heb EFT trauma gewerkt. Oh, dat werkt met acupunctuur en je klopt op wapen en daardoor een zicht in bepaalde dingen. Ja, ja. Ook al heb ik dit probleem, ik ben helemaal oké zoals ik ben. Ben ik in beeld? Oh, maar is het spannend om te exposeren? Ja, best wel. Voor mij wel. Ik schilder liever. Ja, dat weer even het moment om je werk naar buiten te ja, doen. Ja, ik ben meer op de achtergrond. Vind ik fijner als op de voorgrond. Ja, ja. Nou, veel succes met de expositie. Dankjewel.